Ik maak dan een wandeling. Dat doe ik vaker. Dat vind ik heerlijk op een vrije dag. Hele harde storm. Op een gegeven moment zag ik in de verte iemand in de zee staan. En ik kon niet echt plaatsen wat het was. Ik dacht eerst van ja, het is koud. Het was een gaatje of 5, gok ik. En hoe dichterbij ik kwam, klopt het niet. De manier waarop die persoon stond, ja, dat was wel heel onnatuurlijk. Ik krijg het helemaal warm. Het blijkt een vrouw te zijn die steeds verder de zee inloopt. Bram Bloemert overlegt met omstanders en besluit het water in te gaan. Dat besluit je denk ik in een fractie van een seconde. Dat je denkt van er moet nu wat gebeuren, anders is het mogelijk te laat. Ja. Ik sprong de zee in, ben gaan rennen richting de persoon. Maar door de stroming en doordat zij ook verder ging, werd de afstand steeds groter. Hè. Uiteindelijk ben ik bij haar gekomen, zwemmend op het laatst. Heb haar bij de jas gegrepen en richting het strand gezwommen. En toen hebben omstanders geholpen om mevrouw eruit te halen. Als eenmaal thuis de adrenaline zakt, komt pas het besef dat hij zijn leven gewaagd heeft voor iemand anders. En het laat hem een tijd lang niet los. Nou, bijvoorbeeld 's nachts. Toch lastig met slapen. Zeker in verband met geluid van een helikopter die je dan nog in je hoofd hoort. De actie is een onderscheiding waard voor hem en de andere helpers. Van het Carnegie Heldenfonds krijgen ze een medaille voor getoonde moed. Ja, toch leuk. Toch dat eraan wordt gedacht, laat ik het zo zeggen. Niet specifiek voor mezelf, maar van het algemeen. Ja, toch mensen die wat van anderen doen. En dat is tegenwoordig denk ik toch wel mooi. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen zich alleen zorgen maken om zichzelf. Terwijl de medemens ook wel heel belangrijk is. Dat je het toch samen moet doen.